Koeman zegt net, we hadden meer doelpunten moeten maken. Wat is jouw eerste opmerking naar dit duel? Nou, dat je hoopt dat je vanavond een topavond hebt, dan kun je het fijn of moeilijk maken. En dat je lang op 0-0 blijft. En dat gebeurde allebei niet. Ik vond ons vandaag zeker geen topdag hebben. Het doelpunt kwam ook veel te snel. Weliswaar van richting veranderd, maar ik vind daar moet je attenter op zijn. Als je Guidetti buiten de 16 ziet, dan weet je dat er iets gaat gebeuren. Heb je gevreesd voor een grote uitslag? Nee, gevreesd niet. Hè, want het is 1-0 met de rust. En dat had meer kunnen zijn. En dan probeer je in de rust probeer je die jongens wat meer naar voren te praten. Want ik vond ook dat wij voorin te makkelijk de bal verloren. Hè. En dan krijg je aanval over aanval. Dus dat is het eerste wat je probeert om mensen voorin balvaster te krijgen. En dat wij er ook eens vanaf kunnen komen. Nou, dat gebeurde niet. En ze scoorden vrij snel de 2-0. En ja, dan kun je, hè, we hadden zoiets van als het 1 of 2-0 blijft, dan gaan we proberen iets te forceren. Maar op een gegeven moment is het 3-0 en dan moet je denken van nou, hier kun je niet meer winnen. Dus dan vind ik, dan moet je wat meer reserves inbouwen. Verwijt je je ploeg dan iets na afloop? Nou, je kan niet verwijten dat die jongens niet hard hebben gewerkt. Ik vind dat ze keihard hebben gewerkt, maar of ze slim hebben gewerkt, dat weet ik niet. Hè. Je moet kijken waar je kunt voetballen. Nou, en voorin, wat ik al zei, vind ik dan kun je wat balvaster zijn, waardoor onze ploegen wat meer vanaf kan komen. En dat moet je aanvoelen. En dat vond ik niet goed. En daar ga je wel weer over praten. Maar verwijten doe ik ze niks. Dat heeft ook met ervaring te maken. En nu zou je kunnen zeggen, in die strijd tegen degradatie heeft de Graafschap sowieso meer ervaring. Jij hebt een heel onervaren ploeg tot je beschikking. Gaat dat misschien wel het verschil maken in negatief opzicht? Nou, dat hoop je niet. En daar ga je ook niet van uit. Want ik vind voetbal, wat wij spelen, dat blijft altijd de bovenhand voeren. Hè. Je ziet vandaag ook weer, we kunnen wel voetballen. Hè. Als je Ronald Aalberg vandaag ook weer ziet, dan kunnen we gewoon goed voetballen. Maar je moet wel wat slimmer worden in hoe kunnen we tot voetballen toekomen. Hè. En dat is niet door die ballen weg te schieten. En dat gebeurde vandaag veel te veel. En nu is de toekomst van Excelsior onzeker. Op welk niveau gaan jullie spelen? Ik dacht van de week nog maar eens een keertje, wat je ook wel eens gedacht zou hebben de afgelopen dagen. Want het zou het goed zijn als Kelder nu een gebaar maakt en Lammers gewoon een nieuw contract geeft. Ja, maar dat is een vraag die je aan Simon Kelder moet stellen. Maar zou dat niet voor rust kunnen zorgen en voor duidelijkheid? Nou, ik heb wel gezegd van, kijk, volgend jaar waar je ook speelt, heb je al een basis staan. Als je de selectie kijkt, wie er blijven, wie doorlopende contracten hebben. En vorig jaar toen we begonnen, ja, toen moest je in 3-4 weken moest je eigenlijk alles doen. Nu staat er al een basis. Dus ik denk ook als je daarin gerichte mensen erbij haalt, of die weliswaar van Feyenoord komen of van buitenaf, dan denk ik dat er in ieder geval al veel sneller een selectie staat die klaar is voor welke divisie dan ook. Nou, voel je het als gebrek aan erkenning voor jouw werk? Nou, ik heb het daar met Simon ook over gehad. Ik zeg, zijn jullie niet tevreden? Hè? Zijn die jongens niet beter geworden? Dat vond hij allemaal wel. Hè? Hij zag ook wel dat die jongens beter waren geworden. En hij zegt ook, je hebt het ook niet slecht gedaan, want dan had ik het wel gezegd. Alleen, er zijn een aantal factoren die bepalend daarin zijn. En ja, daar kan ik nog niet zo goed de hand achter krijgen. Hoe is het nou? Je hebt zelf op een heel behoorlijk niveau gespeeld. Je verliest dit seizoen vaker dan je wint. Blijf je bij elke nederlaag met de pest in je lijf naar huis gaan? Ja. Dat went niet en dat zal ook nooit wennen. Ik was vroeger inderdaad echt een winnaar. En verliezen heb ik echt moeten leren. Als trainer helemaal. Als trainer moet je kunnen relativeren. Dat is ook wat ik in het begin wel eens zei. Dan had je een wedstrijd verloren en dan was je zo emotioneel. En dan moest je wel eens eventjes 5 minuten je eigen terugtrekken. Om tot bedaren te komen en proberen die wedstrijd te analyseren. En dat gaat wel beter. Maar wennen zal het nooit.